Dag dames en heren. Vandaag schijnt de zon uitbundig. Dat was vanmorgen al in bijna het hele land het geval. En ook de komende dagen krijgt de zon volop de ruimte. Maar er zit wel degelijk bewolking in onze regio. Bijvoorbeeld net over de grens in Duitsland, in Twente, de Achterhoek en ook in het zuiden van Limburg hadden ze daar vanmorgen nog een klein beetje last van. En er zit ook laaghangende bewolking op de Noordzee. En met noordelijke wind komt dat wat afzakken. Misschien dat het waddengebied daar vandaag nog wel wat mee te maken gaat krijgen. Maar verder dus vandaag veel zonneschijn. Vanmiddag landinwaarts de vorming van een paar stapelwolken. Meeste zonneschijn in het westen van het land. In het waddengebied dus het risico dat wat laag hangende bewolking vanaf zee komt binnendrijven. Temperaturen daar zo tussen de 17 en 19 graden. In het binnenland worden 20 tot 23, lokaal 24 graden. En de noordenwind is niet al te sterk. Vanavond dan verdwijnen die stapelwolken. Het is zo goed als onbewolkt en vooral landinwaarts nog lange tijd aangenaam. Vannacht hebben we temperaturen rond een graad of tien. Er is nauwelijks bewolking alleen in het noorden van het land. Daar is risico op wat nevel, mist of laaghangende bewolking. En misschien dat zelfs morgen overdag ook nog af en toe wat van die laaghangende bewolking, met name aan de noordkant van de Waddeneilanden te zien is. Verder morgen veel zonneschijn, smiddags weer wat stapelwolken. En dus de meeste zonneschijn in het westen van het land. Temperatuur komt zelfs nog een graadje hoger uit. En ook morgen staat er weinig wind. En die stijging van temperatuur die zet na Morgen door. De komende dagen: veel zonneschijn, soms wat bewolking en uiteindelijk in grote delen van Nederland in de loop van de week zomerse temperaturen van zo'n 25 graden of zelfs meer. Fijne dag verder.